Welkom bij weer een nieuwe Vraag het Maddenbrengen video. En voordat we beginnen, een klein vraagje aan jou. Herken jij deze situatie? Je bent lekker van het leven aan het genieten. Je bent wellicht leuke mannen aan het daten. Het gaat gewoon best wel heel erg goed. En dan opeens krijg je een appje. Appje van niemand minder dan je ex die weer met je wil afspreken. Wat nu? Het overkwam een dame uit de besloten Mannenbelein Facebookgroep. En aan de hand van die vraag krijg jij ook vandaag vijf tips over wat te doen als je ex plotseling weer contact met je opneemt. Laten we eens even kijken naar het Facebookbericht wat deze dame in de groep. Posten over deze situatie. En daarvoor pak ik even mijn laptopje uh, erbij. En zij zegt het volgende. En toen kreeg ik opeens weer een app van mijn ex die mij heeft laten zitten twee jaar terug. Ik hield vreselijk van hem. En het deed me eigenlijk enorm pijn dat hij opeens weer met mij wilde praten. Dat hebben we toch gedaan. En hij bood zijn excuses aan voor zijn gedrag. En hij vertelde ook wat voor klootzak hij was geweest in het verleden. En hij wilde vaker afspreken. Mijn hele hebben en houden schreeuwt, ja, dat wil ik ook. Maar mijn verstand zegt, ja, hij heeft jou en jouw kinderen zo laten zitten en zo gekwetst. Wie zegt dat dit niet nog een keer gaat gebeuren? In mijn hoofd en in mijn hart heeft hij nog steeds een plekje. We hebben die ontmoeting ook met elkaar geknuffeld. En daardoor kwamen al die verstopte vlinders ook weer naar boven. En nu voel ik me heel erg in de war. Wat moet ik nou precies met deze situatie? Ja, dat is ook best wel lastig als je ex dan opeens weer een appje stuurt... ...en met je contact opneemt en dat vervolgens dan ook weer die oude gevoelens van vroeger weer naar boven komen. Toen ik dit bericht las, ben ik heel eventjes terug gaan lezen naar eerdere berichten van haar... ...en toen kwam ik dit bericht tegen. Wij hebben een toxic relatie gehad. Hij kwam en hij ging wanneer hij wilde. De ene, kant, de ene keer gaf hij me aandacht en de andere keer verdween hij weer opeens. En uiteindelijk is hij ervan doorgegaan met iemand anders. Want had ik een pijn en een verdriet. Ik was inmiddels hersteld en doorgegaan. Maar dit proces duurde heel erg lang. En gisteravond stuurde hij mij opeens een berichtje. Mijn hart begon te kloppen. Ik kreeg het helemaal warm. En toen dacht ik, nee, dit niet meer. Ik hou te veel van mezelf om hier nog een keer in te duiken. Dames, als dit gebeurt, trap er niet in. Blijf heel erg dicht bij jezelf en Hou van jezelf. Mind you, dit ging over precies dezelfde ex waar ze dus recent weer een berichtje van heeft gestuurd. Uh, waarover ze zo verward raakte van oké, okay, wat moet ik hier nou mee? Die ex had dus al eerder geprobeerd contact met haar op te nemen en toen gaf ze deze ontzettend krachtige en sterke reactie van nee, ik hou te veel van mezelf om weer terug te gaan naar deze situatie. Nu gebeurt het weer en nu is ze weer in de war en komen die gevoelens weer naar boven van vroeger en weet ze niet wat ze moet doen. Hoe kan dat precies en vooral, wat is er aan te doen? En dat brengt mij direct bij tip 1. Haal even diep adem en ga terug naar de break-up. Kijk, als jouw ex opeens een berichtje stuurt, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Bij sommige mensen is het vrij duidelijk. Zij zien het berichtje van een ex en ze hebben zoiets van: Oké, okay, daar hoef ik totaal niks mee te maken te hebben, dit laat ik lekker zitten en ik ga door met mijn leven. Simple as that. Maar bij sommige mensen kan het nogal een emotionele trigger opwekken, zoals bij deze dame die deze vraag had gesteld. Die flinners van vroeger die komen onmiddellijk terug. He, wellicht begint je hoofd te werken van oh, wat moet ik hier nou precies mee? Wat bedoelt hij hier nou precies mee? En weet je even totaal niet wat je moet doen? In dat geval is er een hele praktische en hele simpele, maar ook hele noodzakelijke tip. En dat is even ademhalen. We kunnen dat nu direct even samen doen. Haal even een flinke teug adem. Direct voel je een stukje relaxter en ben je ook wat meer bewust van je lichaam. En dit is precies wat je wilt doen op het moment dat zo'n emotionele trigger opkomt. Zo'n emotionele trigger is als een soort golf die over je heen gaat. En heel veel mensen die laten zich dan overspoelen door zo'n golf. En die beginnen direct terug te appen of gelijk al te denken van oh hij wil me terug of uh, die flinners komen omhoog. En uh, ja, je gaat dingen doen waar je misschien later spijt van zou kunnen krijgen. Dus als eerst haal even heel erg diep adem. En vervolgens. Ga terug naar de break-up. Ga even terug in de tijd en stel jezelf een aantal belangrijke vragen. Want kijk, het is niet voor niets je ex. Die relatie die is uitgegaan en dat heeft ook een reden. En in die emotionele opwelling kunnen we die reden nog wel eens vergeten. En willen we dan direct terug naar onze ex. Maar daarom is het juist goed om eerst even rustig aan hem te halen. Tot jezelf te komen. En je daarna een paar belangrijke vragen te stellen. Zoals, waarom is het precies uitgegaan? Wat maakte de vorige relatie nou eigenlijk precies toxic? Wat ging er mis in mijn vorige relatie? En vooral, hoe voelde ik mij toen ik me van die relatie had bevrijd? Want het berichtje wat zij nu stuurde in de Facebookgroep staat heel erg haaks op het gevoel wat zij eerder had. Eerder had zij echt zo'n gevoel van: nee, ik hou te veel van mezelf, ik ben bevrijd, ik ga hier niet naartoe terug. En het is goed om als het dan weer gebeurt, jezelf daar weer even naartoe te reminden. Want dat gevoel, dat was er niets voor niks. Nogmaals, dat heeft een reden dat jullie uit elkaar zijn gegaan. En laat je niet leiden door die emotionele opwelling van zo'n berichtje. Haal even diep adem en ga terug naar de break-up. Wat me brengt bij tip 2. ga met je eigen patronen aan de slag. Eerder nam deze man dus al contact met haar op. En ze stuurde toen een heel erg sterk berichtje dat ze voor zichzelf zou, zou kiezen en niet meer terug in die situatie wilde gaan. Later, door dit nieuwe berichtje, komt ze toch weer in die emotionele opwelling terecht... en weet ze niet wat ze moet doen. Dat zegt maar iets over haar. Kijk, je wil het zo zien. Stel, je hebt een supermooi huis gebouwd. Ziet het er van buiten, ziet het er prachtig uit. Een heel erg mooi huis. Nou, je bent er trots op dat jij dat zelf hebt uh, heb gebouwd. En vervolgens komt er een storm langs en in één keer blaast dat het hele huis weg. Wat je dan hebt is iets wat van buiten misschien wel stabiel lijkt... Maar de binnenkant, de fundering, is helemaal niet stabiel. Eén storm en je bent gelijk weggevaagd. Dat is vergelijkbaar met deze situatie. Het feit dat deze man jou zo uit het veld kan slaan en dat je direct helemaal niet meer weet wat je nou eigenlijk moet doen, terwijl je eerst juist een hele sterke reactie vertoonde, toont mij aan dat die emotionele basis bij jou nog niet helemaal sterk genoeg is. Jouw fundering is nog niet sterk genoeg. En in zo'n storm blijft het hele huis in één keer om. En om iets aan die fundering te doen, aan jouw emotionele basis, is het belangrijk om met je eigen patronen aan de slag te gaan. En jezelf daar ook een paar hele belangrijke vragen bij te stellen. Vragen zoals: wat waren de dingen waar jij in je vorige relatie tegen aanliep? Wat maakt dat zo'n reactie van zo'n man jou opeens helemaal uit het veld kan slaan, dat je totaal niet weet wat je moet doen? Wat maakt dat die emotionele opwelling op dit moment zo ontzettend sterk is? En. Hoe zou je willen handelen vanuit de meest krachtige, authentieke en liefdevolle versie van jezelf? Hoe zou die versie met deze situatie omgaan? En wil jij nou weten hoe jij jouw oude patronen in kaart brengt om daar vervolgens van los te koppelen en ze voor eens en voor altijd te doorbreken? Bekijk dan de video onderaan de beschrijving over de drie grootste fouten die belemmeren dat jij geluk krijgt in de liefde. Want aan de slag gaan met jouw patronen uit het verleden is ontzettend belangrijk in deze situatie. Want de kans is best wel groot dat tegen de tijd dat je dat gaat doen, dat je niet eens weer terug wil bij je ex. Want in dit geval liet die ex totaal niet gedrag zien wat past bij een vrouw die zichzelf op waarde schat. Deze ex behandelde jou slecht, bedroog je. De ene keer gaf je wel aandacht en dan weer niet. Iemand met hoge zelfvertrouwen en eigenwaarde wil niet terug naar zo'n relatie. Maar als je nou lage zelfvertrouwen, lage eigenwaarde hebt en je twijfelt nog steeds aan jezelf, dan wordt de aandacht die deze man jou geeft verward met oprechte liefde. Maar omdat je helemaal niet kan voelen dat het geen oprechte liefde is, weet je ook helemaal niet beter. En blijf je dit nastreven. Blijf je achter zo'n man aanlopen terwijl hij jou totaal geen echte liefde geeft. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat mensen met lage zelfvertrouwen en lage eigenwaarden heel erg in schaarste denken. Oftewel, ik ga nooit meer zo iemand vinden zoals hij. Dus als hij dan weer terugkomt, dan ja, moet ik er wel echt iets mee doen. Dan, dan moet ik wel weer terug. Maar dat is natuurlijk heel erg ver van de echte waarheid. Als jij met je eigen patronen aan de slag gaat, aan jezelf werkt en die krachtige, liefdevolle versie van jezelf wordt, dan zal je meer gaan denken in overvloed. Er zijn genoeg mannen die veel beter bij je passen dan een man die jou in deze situatie plaatste. Wandel brengt bij tip 3, weet wat je wil. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben persoonlijk heel erg slecht in navigeren. Ik ben blij dat er zoiets bestaat als Google Maps om mij van A naar B te brengen, zodat ik weet welke route ik moet nemen. En zelfs dan gaat het nog niet altijd goed. Anyways, zo'n navigatiesysteem is eigenlijk ook heel erg belangrijk in jouw liefdesleven. Oftewel, het is belangrijk dat jij weet waar je naartoe gaat. Ik zal het principe uitleggen aan de hand van een voorbeeld van een van de dames die ik recent heb gecoacht. Ook zij wilde heel erg graag terug bij haar ex. Zij miste die ex heel erg en ze kwam naar ons met de vraag van hey, hoe zorg ik weer dat onze relatie weer op kan boeien en dat ik weer terug bij hem kan komen. Alleen toen ik vervolgens ging vragen van nou maar hoe was de relatie nou eigenlijk precies tussen jullie, was het zeker niet 100% rooskleurig. Sterker nog, er waren veel ruzies, veel verhitte discussies. En voor een heel groot deel kwam dat omdat die man allemaal patronen had waar hij zelf eigenlijk nog helemaal niet aan had gewerkt. En die een hele grote tol op hemzelf eiste, maar ook op haar en op de relatie als geheel. En toch wilde zij graag bij hem terug. Ja, dit komt door iets wat ik in tip 1 ook al heb gezegd. Alle emoties die weer opkomen tegen de tijd dat jij weer terugdenkt aan je ex, waardoor je een bepaald roos, rooskleurig beeld krijgt: van oh, ik wil weer terug naar die relatie, want het was allemaal zo goed. Maar als je even goed gaat kijken naar die relatie, wil je jezelf afvragen: past dit überhaupt wel bij wat ik zoek? Oftewel, past het überhaupt wel bij de richting die ik op wil gaan in mijn liefdesleven? Net als een Google Maps navigatiesysteem is het heel erg belangrijk dat jij ook in je eigen liefdesleven weet waar jij naartoe gaat, zodat je voorkomt dat je voor situaties gaat kiezen die eigenlijk niet goed voor je zijn. Als je ex dan weer contact met je opneemt, of als je überhaupt twijfelt om misschien iets op te bouwen met een specifieke man waar je nu mee aan het daten bent, is het altijd goed om weer terug naar dat navigatiesysteem te gaan en jezelf even af te vragen: welke richting wil ik nou eigenlijk naartoe? En dat doe je door jezelf vragen te stellen als. Wat voor relatie zoek, zoek ik überhaupt? Wat voor man past daarbij? Uh, wat voor gedrag wil ik van die man zien waarmee hij mijn aandacht en mijn energie en mijn liefde kan verdienen? Hoe wil ik zelf in het contact met deze man staan? Hoe komt dit überhaupt tot stand? Hoe zie ik dat voor me? En je kan gerust even over deze vragen nadenken en desnoods de antwoorden ook voor jezelf opschrijven, zodat jij dus een kader hebt en een bepaalde roadmap hebt van waar jij überhaupt naartoe wil in je liefdesleven. En iedere keer dat jij twijfelt of even niet weet wat je moet doen, kan je weer terugkomen bij die vragen en jezelf weer even een reality check geven, zodat jij kan kijken: wacht, deze situatie met mijn ex of met welke man dan ook, past die bij dit plaatje wat ik heb van mijn ideale relatie en mijn ideale beeld van waar ik naartoe zou willen gaan? En natuurlijk, hè, kleine nuance: het hoeft natuurlijk allemaal niet 100% perfect, het precies zo gaat zoals je wil, want ja, het blijft de liefde en het is onvoorspelbaar. En niet alles gaat altijd 100% goed. Dat hoeft ook helemaal niet, maar het is wel belangrijk dat jij aan de hand van deze vragen uiteindelijk voor een situatie kiest die jou gelukkig gaat maken. En dat je niet terug in een situatie stapt die jou helemaal niet dient en waar je eigenlijk heel erg ongelukkig van gaat worden, omdat het niet de richting is die jij op wil. Tip 4. Wees radicaal eerlijk. Kijk, op het moment dat jouw ex jou een bericht stuurt, dan kan dat behoorlijk verwarrend zijn. En ik heb veel situaties meegemaakt in de coaching van vrouwen die naar ons toe zijn gekomen en die zoiets hadden van, ja, maar ja, wat, wat doet hij hier nou eigenlijk precies mee? Wat wil hij nou eigenlijk van mij? Waarom stuurt hij dit? Uh, wat, wat, wat moet hij precies? Wat moet ik ermee doen? Ik weet het niet, ik weet het niet. En ik snap het, want het is natuurlijk ook een verwarrende situatie. Maar ik kan jou in ieder geval één garantie geven, je komt er niet achter door jezelf dit soort vragen de hele tijd te blijven stellen. Sterker nog, je komt er ook niet 100% achter door het met je vriendinnen erover te gaan hebben van hé, hey, wat zou je precies met dit berichtje bedoelen? Waarom wil hij nu opeens contact met me opnemen? En zelfs als je naar mannenbrein komt en coaching krijgt van bijvoorbeeld Matthijs of van mij, dan kunnen we jou ook niet 100% het antwoord geven waarom deze man nou opeens contact met je opneemt. Want de enige die dat wel weet is die man zelf. En er is een hele simpele manier om erachter te komen wat hij precies bedoelt met dit berichtje en wat hij precies wil, door het straight up aan hem te vragen. Want dat is wat we noemen radicale eerlijkheid. En radicale eerlijkheid vinden we vaak spannend, om iemand echt op de man af dat zomaar te vragen. Maar het is wel de manier om in ieder geval te weten wat hij nou precies bedoelt met zo'n berichtje. En zoals ik al zei, je kan heel lang zelf blijven malen en aan vriendinnen vragen, naar ons toe komen... en er urenlang over na gaan denken, maar dat gaat jou nog geen antwoord geven. Als jij wil weten wat hij precies bedoelt met dit berichtje en waarom hij jou opeens een berichtje stuurt... vraag het hem dan. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen vragen is van, hey, euh, leuk dat je me dit euh, berichtje stuurt... Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het me een klein beetje verward. wat is precies je intentie met dit berichtje? Op deze manier bespreek je de elephant in the room direct en vraag je hem uit van, hé, hey, maar wat is nou precies de deal? Waarom stuur je me dit berichtje precies? Zodat je niet een heel smaltal conversatie hoeft te hebben waarin jij dan constant de hele tijd zoiets hebt van, ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat wil hij nou eigenlijk? Wat moet ik precies doen? En dat je het gewoon eerlijk kunt vragen. Je hebt daar het recht op. Hij stuurt jou opeens een berichtje. En als jij een bepaald gevoel hebt van, hé, hey, wat moet ik hiermee? Wat bedoelt hij hier precies mee? Alsjeblieft, maak het jezelf vooral niet te moeilijk. En als het echt een vraag is waar jij een antwoord op wil, stel die vraag dan ook gewoon Tip 5. Kies jouw strategie. Oké, okay, je hebt een berichtje van je ex gekregen. Je hebt de afgelopen vier tips opgevolgd. En dan is de vraag, wat nu? Er blijven ruwweg twee opties over. De eerste optie is dat je het hier liever bij wil laten en that's it. En weet dat dat ook helemaal prima is. Je bent hem helemaal niet verplicht om nog langer door te appen of eh, met hem verder te gaan, of met hem af te spreken als jij dat niet wil. Als jij zoiets hebt van hé, hey, hier wil ik het uiteindelijk toch liever bij laten. Helemaal prima. Communiceer dat naar hem en that's it. Maar stel nou dat jij de andere kant op wil gaan en wel wil kijken of dit iets is wat wellicht nog wat tussen jullie kan worden. Bij dat laatste geval is het. Heel erg belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. Stap niet direct dat relatiebootje weer met hem in. Het hoeft niet gelijk weer in één keer aan te zijn zoals het ooit aan was tussen jullie. En als je weer met hem gaat afspreken, hou je verwachtingen dan laag. Stap in het contact met een positief nieuwsgierige intentie. Je bent positief over het contact. Je bent nieuwsgierig van: oké, okay, nou hé, hey, ik ga zien wat er hieruit gaat komen. Ik ga zien of het wellicht weer wat tussen ons kan worden. Maar het wordt geen zwaar do or die gesprek of do or die date. Van oeh ja, wordt het nou wel wat of niet? Of wel of niet? Dat maakt helemaal niet uit. Je gaat puur onderzoeken om te kijken of het misschien weer wat te, tussen jullie kan worden. En net zoals je het aan het onderzoeken zou zijn met een man die je net kent waar je mee aan het daten bent, loop je ook niet direct van stapel. Het feit dat jullie een relatie hebben gehad, betekent niet dat je direct weer terug moet naar dat punt waar de relatie was. Soms is het beter om weer helemaal van vooraf aan te beginnen en het heel erg rustig weer op te bouwen. En daarbij is één ding heel erg belangrijk: acties zeggen meer dan woorden. Kijk, ik zeg absoluut niet dat het onmogelijk is om terug te gaan bij je ex. Sterker nog, we hebben heel erg veel situaties gezien waarin dat hartstikke goed ging en mensen weer een hele liefdevolle relatie met hun ex konden opbouwen. Maar al die succesverhalen hebben wel één ding gemeen. Beide partijen, zowel jij als hij, hebben aan zichzelf en aan hun oude patronen gewerkt, zodat het niet weer een herhaling wordt van wat er de vorige keer misging. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat jij weet wat je wil, dat jij aan je eigen patronen hebt gewerkt en dat jullie samen dezelfde koers opgaan. En dat jij ook gedrag laat zien wat in lijn staat met jouw liefdevolle zelf, hoe jij zou willen zijn in het contact en wat ook in lijn staat met het soort relatie wat jij zou willen hebben. Tegelijkertijd geldt dat natuurlijk ook voor hem. Ook hij moet laten zien dat hij wel degelijk veranderd is, dat hij het anders wil aanpakken, dat hij inzet toont en progressie wil tonen voor de relatie. Zodat je twee mensen hebt die naar hetzelfde doel toe werken, die er alle twee 100% voor willen gaan. En niet dat een één één van de twee nog heel erg in twijfel zit of dat het een soort van met z'n tweeën vaag aankibbelen wordt om vervolgens weer precies in dezelfde patronen van de vorige relatie te stappen. Dat wil je niet nog een keer. Wil jij nou weten hoe jij zo'n liefdevolle relatie opbouwt met je ex? Of ben je benieuwd hoe je überhaupt een liefdevolle relatie krijgt met een man die bij je past? Of zoek jij naar manieren om de relatie die jij al hebt nog meer te verbeteren? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal en een duimpje achter te laten onder deze video. Vergeet daarbij ook niet onze gratis mini cursus te downloaden over de drie schakels van het mannenbrein, waarin jij niet alleen leert hoe het mannenbrein precies werkt. Maar waarin je ook ontdekt hoe jij met kracht, zelfvertrouwen en eigenwaarde in je eigen liefdesleven kan staan. En als jij zelf een brandende vraag hebt die jij graag beantwoord ziet worden in de volgende Vraag het Mannenbrein video, drop die vraag dan onderaan in de comments. We lezen alle comments en wie weet is jouw vraag dan de volgende keer te zien bij de volgende Vraag het Mannenbrein video. Het was mij weer een genoegen. Ik spreek je weer in een volgende video. Ciao en adios.